Hey, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie, een shoplog uit Londen. Ik ben afgelopen weekend in Londen geweest, zoals de meesten van jullie wel weten en ook hebben kunnen lezen op mijn site. En ik ga jullie even laten zien wat ik daar gekocht heb. Waar ik ben geweest is, of nou, ik ben bij heel veel winkels geweest, maar waar ik wat heb gekocht is Harrods, Superdrug, Victoria's Secret en de Primark. Dus ik ga jullie nu laten zien wat ik gekocht heb. Als eerste kwamen we bij de Superdrug. Daar heb ik een sleek palet gekocht. Ik heb niet alles gekocht wat op mijn wishlist stond, maar ik wilde wel graag een nieuw sleek palet hebben. De sleek original palet heb ik gekocht en dat is deze. Ik zal hem jullie even laten zien. Ik echt super mooie kleuren hebben. Het zijn gewoon een beetje alledaagse kleuren. Wat bruin, wat kleuren en wat roze tinten. En ook zwart, dus je kunt ook een mooie smoky eye mee maken. Dus dat is wat ik bij Superdrug heb gekocht, de Sleek make-up palet. En deze was 7 pond. Nou zagen we bij de pinnen dat een pond op dat moment 1,30 euro was. Dus dan weet je een beetje als je omrekent wat die gekost heeft. We zijn ook nog bij Harrods geweest natuurlijk. Gewoon even lekker kijken en ze hadden ook nog heel veel sale daar, heel veel geuren. Nou heb ik niet echt een geur kunnen vinden die mij aansprak of het was nog best prijzig. En ik heb nog zoveel geuren staan. En daarbij mijn Lady Gaga geur is op, dus die wil ik sowieso weer nieuw hebben. Dus die ga ik hier in Nederland kopen. Ik heb hem daar niet gezien. Ik ben hem niet tegengekomen. Wat ik wel bij Harrods tegenkwam was deze Mariah Carey Pure 18 karaat op wit goud en zilver topcoat. En ik heb hem in Nederland al heel vaak gezien, maar ik vond hem zo duur om te kopen. Dus dat heb ik niet gedaan. En ik kwam hem hier tegen. De mooie zilvergoud potje is het. Van OPI. En het is dus een 18 karaat goud, wit goud met zilver topcoat. En ja, ik vind hem echt heel mooi. Het zijn echt van die, jullie hebben hem denk ik natuurlijk ook wel heel vaak al gezien. Maar er zitten echt van die gouden stukjes op. Dus je kunt hem echt als topcoat gebruiken. Gisteren hebben jullie hiervan de review al kunnen zien. Of een review, maar al beelden van kunnen zien hoe die eruit ziet. Dus dat, heb je dat nog niet gezien, kijk even op mijn site en dan kun je hem zien. En hij was nu 10 pond. Dus dan vind ik hem erg leuk om te halen. Dus 13 euro was die nu, dus dat is niet duur voor deze. Dus daar ben ik heel blij mee. Daar zijn we ook nog bij Victoria's Secret geweest in Londen natuurlijk. En die konden we niet voorbij lopen. En daar heb ik iets gekocht van de Pink afdeling. Ik heb geen ondergoed gekocht, want ik vond dat nog best prijzig. En ze hadden in de winkel geen sale. Dus ik heb daar iets van de Pink collectie gekocht. Ik heb daar een vest gekocht, dat is deze. Law of Pink staat erop. Een beetje een velours zacht vest. Simpele zwarte. Met een capuchon. En achterop staat Love Pink Love. Ik had in eerste instantie een ander vest in mijn hand. Gewoon een heel simpel zwart vest met hier voorop alleen gewoon pink. En die wou ik gaan halen. En ik keek nog een keer terug en ik zag een meneer aankomen met een aantal van deze vesten. In het zwart en in het knalroze. Een beetje zoals de muur hierachter. Maar dus ik zeg tegen mijn zusje, oh, daar komen nog heel veel vesten bij. Dus wij snel even kijken. En wij vonden allebei dit vest. Het waren alleen nog maat S'jes. Dus ik denk, nou, het moet wel even passen. Dus wij naar het pashokje gaan, die overigens ook heel mooi is. Met een eigen bankje erin en een grote spiegel, mooie lampjes, mooi behang. En hij paste. Dus dat is super. Love Pink. En ik ben daar heel blij mee. Hij was normaal gesproken 69,50 pond. En nu 13,50 pond. Dus dat is nou een flinke korting. Dus lekker vest is dit. Voor heel weinig. Toen zijn we naar de Primark gegaan. Daar was ook heel veel sale. We zijn een beetje snel gewoon de winkel doorgelopen. Het was best druk. En ja, in Nederland hebben we natuurlijk ook een Primark. Dus ik heb daar ook niet heel veel gekocht. Ik vond deze top. Deze groene top. Hij is aan de voorkant korter dan aan de achterkant. Hij heeft lange mouw en is een beetje see-through. Dus ik dacht het is leuk om op een skinny broek of op een jurkje te dragen. Op een gewoon zo'n basic zwarte lange jurkje. En normaal was hij 6 pond. En nu was hij 3 pond. Hij is voor een beetje crop. Dus dat wordt echt een stuk kort. Je kunt hem niet zo zonder iets te onderdragen. Of nou ja,
Nee, dat zou ik niet doen. Dan vond ik nog van die fijne blousjes. Hier heb ik er al meer van. Een zwart blousje, 3/4 mouwtjes. Je kunt ze afstropen. Gewoon een simpel katoenen blousje. En normaal was die 10 pond en nu was die 5 pond. Dus dat is nog eens leuk. Gewoon een simpel basic blousje. Nooit weg. Ik heb ook nog 2 scrunchies gekocht bij de Primark. Altijd leuk als je een knotje in hebt om daar even een scrunchie omheen te doen. En deze waren 1,50 pond. Dan vond ik bij de Primark ook nog deze top. Het is een heel fijn stofje is het. Een zwarte mouwtjes en een beetje zalm, roze lijfje zeg maar met wit. En dan hier onderaan zitten leren inzetstukjes. Of nou ja, nep leren inzetstukjes. Maar dat vond ik juist wel erg leuk. Het is een A-lijn top, dus hij zit boven wat strakker en hij loopt dan uit naar beneden. Dus op een skinny broek met mooie hakken vind ik dat, denk dat dat heel leuk staat. Deze was normaal 12 pond en nu ook 5 pond. Dan, ik heb ook heel vaak de Vans-achtige gimpen van de Primark, want die lopen heel lekker. Nu zijn mijn zwarte eigenlijk zo goed als op. Die gebruik ik nu alleen nog maar ja, met uitgaan of iets dergelijks. En ik heb dus nieuwe meegenomen. Deze bedoel ik. Deze zwarte gimpen. De simpele gimpen. En deze waren volgens mij, ik heb ze vandaag al gedragen, maar ze waren volgens mij 8 pond. Dus dat is ook erg goedkoop. En ja, ze lopen echt heerlijk. Ik loop ze allemaal kapot. Ik heb ze in het blauw, rood en zwart. En ja, de zwarte zijn nu toch echt wel toe aan vernieuwing. Dus vandaar nieuwe zwarte. En dan vond ik bij de Primark nog zweetbandjes. Ik vind dat met de korfbal wel handig. Ik zit altijd een beetje aan mijn shirt. En dit is gewoon net even wat fijner dragen. 2 zweetbandjes. En deze waren 1 pond. Dus altijd fijn. Ja, wat ik niet heb genoemd waar ik nog meer geweest ben, is de Cyber Candy. Dat is een Amerikaanse snoepwinkel eigenlijk. Waar ze van alles hebben. 2 verdiepingjes heeft het. En ja, dat is zoveel. En wat ik daar kocht, ik heb niet veel gekocht, zijn deze Wonka Rainbow Nerds. Volgens mij zijn ze een beetje dummy-achtig. En ja, ze lijken me echt heel lekker. Ik heb ze nog niet gehad, maar ja, ze lijken me erg lekker. Dus die, volgens mij waren die 2,5 pond of zoiets. Dat was het eigenlijk wat ik gekocht heb in Londen. En ik heb niet heel veel geshopt. Ik vond de sale, het was overal wel sale, maar ik vond het allemaal qua kledingstijl een beetje tegenvallen. Of iets wat we ook allemaal hier wel hebben. Dus, maar ja, ik ben toch nog wel geslaagd. En zeker bij Victoria's Secret een mooi vest gescoord. En met dit Mariah Carey OPI ben ik ook heel blij. Dus ja, al met al was het een geslaagd weekend. Wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doeg!